Ja. Die opzichte vrouw, waar het jylle vir Kabousie die eerste keer ontmoet? Die stoorkamer. Waar? Dit begin nou, hè? Denk jy so. Wat my magies. Ja, wat ons verhouding maar die heep uit, dan gaan nie die kans krijgen. Mag ek doen? Kai, is jylle ready? Sê maar, dan maak jy ook. Is nie om lees her. Nee, ik heb zeker maar op een goed bij. Dat is het een competitie wie is eerste klaar. Dus 10 punten competitie is ons niet vanaf maak. Op wat er stoel het jylle vir Floy afgeneem en jylle final fotografie uitdaging? Sorry. Fotografie uitdaging. Wat is die ouwe? Wat is hulle hier binnen? Aha! En ons fotografie... Ik heb het nou dadelijk is. Het is middag klaar. Is jou klaar korpas toe? Het is klaar middag. Die opzichter sê, vir die opzichter vra, waar het jylle die eerste keer vir Max ontmoet? In een stoorkamer. Kom jylle, dit begin, Jada! Kom, ons vir het uit. Vir het uit. Jada! Ons in die sitkamer. In die sitkamer, of ek denk hier, laat ons hom hier kan herkom. Ons met... Ja? Kom, niet begin, niet Trish, en ik laat begin. Ja! Ik lees al die ding. Yes. Ik denk, wacht, laat ons lees en dan opmaken. Ik laat giften. Gevraag wat ons om Max eerst een keer ontmoet. Oké. Waar slaap Karen van dat Greta voor Oosten kom bang maak het? Maak eerst een Oosten te kom. Wat een idee is je gekregen? Oké, waar heb ik een keer geslapen in mijn kamer? Ja, in Oostense kamer. Ik kan het niet tijd om wow. Yes, dat is vrij nice. Wow. Hoe am I fine? Hoe am I fine, weet je? Oh nee, noem niet. Waar hou jullie jullie pasta? Dat is jouw. Dat is niet jouw boer, nie. Dat is je groei! Oh, no, no. Hier zo! Oké. Waar het jullie selfie saam met die sepie sterre geneem? Oh, Karen! Karen! Wow! Die is mooi! Kom, die volgende jullie. Oké, kom. Wat ons is die foto van die sepie sterre? Wat is die kasteel? Zien jij iets? Ja. Oh, dat is cool. Wow. Oh, my mother. Kom zo. Dit is so awesome. Waar het Moni Meis vir hele naweek geslaap, toe hy ewe skielik een skepers word? In die skepers huis. Waar in het Moni Meis... Gaan het jy? Nee, kom! Lees weer. Dit is so cute! Dit is so met Cindy. Oh, na mama, dit is so cute. Dit was ons papieren ook al. Waar het jylle van uitdang as jylle bykie oor vuil wasgoed wil praat en gedink die camera sien jylle nie? Oké, Auntie Evie kan opmaak, maar die wasgoed lijn. Oké. Ek kan er Karen die hele tijd daar gaan praat. Het jylle gedink die camera sien jylle nie? Hallo, jylle. Hoe is alles toe? Ik weet het niet meer. Waar gaan jullie heen? Hulp! Wat is dat? Wat heb je net toch gevraagd? Ik heb je net toch gevraagd? Ik heb je net toch gevraagd? Ik heb je net toch gevraagd? Oké. Yes. Kom jullie dan? Dat is zo obvious. Oké, goed zo. Dat is zo obvious. Waar kom jullie? Zo maar. Kom. Oké, hou jij nog? Wacht eens voor allemaal. Wacht eens voor allemaal. Kijk, Avril! Kom! Wat heb jullie gekregen? Nog een.
O, hulle loop in nommers. Ja, dat jy dat gou geantwoord. Wat jy die TV kom. Ja, daai lyk so. Dis scary. Dis my kussingsloop. Julle, dit is in die beanbag. Ek was so. Greta. Dit is nou. Adrian, dit was net waar kos dit se pad motor kyk wat met hom. Dit is daai ding, hè? Sy gunsteling vir 'n middagslaap. Lyk wat hy kyk. Maar hom moet dit sê nie. Hy moet kyk na dit. Dit was hy geneem. Die opsigter sê, ons het daai foto van Greta 4:00 die oggend op ons kameras gekry. Dis toe die mense gesê het hulle spook in ons huis gesien. Regtig? Ja, en Jenny, hy het dis toe die spook so die begin het. Die kinde mense het op Instagram gesê, daar was 'n spook 4:00 die oggend in hulle huis en goed. Dis toe die storie begin, want toe vra ek, wat is 'n spook? Toe bou hulle so. En toe begin die storie van die spooke. Na daai Instagram ding. Yes, dis cool. Opsigter, baie dankie. Ja, dis vrek, ja, dis baie special. So. Praat van 'n journey, né? Dit laat mense nou actually dink aan wat het alles hier... Dis baie cool, ek love it. Crazy, eindelijk. I love this. Kan maar nog aangaan, ons kan nog kry. Ons kan nog kry.